Heb jij ook nieuws, tips of suggesties? Bel of mail ons. 020 547 8585 of redactie@rtvamstelveen.nl. Het weekjournaal van week 17, maar nu eerst de reclame. Heeft u een grote familieauto nodig vanwege de ruimte? Maar heeft het te maken met een budget? Automaas heeft de oplossing. De nieuwe Toledo is de auto die bij u past. De Toledo heeft veel beenruimte, 550 liter makkelijk toegankelijke bagageruimte, touchscreen multimedia, zuinige motoren en maar liefst 4 jaar fabrieksgarantie. U rijdt de nieuwe Toledo al vanaf €14.950. Automaas, denk met u mee. Want u weet, Automaas is dichterbij dan u denkt. Domino's Pizza voor de lekkerste pizza van Amstelveen. Nu de Supreme Pizza, rijkelijk belegd met 5 soorten vlees. Ook als pittige variant verkrijgbaar voor maar €4,95. Afhalen en bezorgen. Domino's Pizza, Huizenplein 4, Amstelveen. Pizza komt eraan. Stefab Elektronica, de speciaalzaak voor al uw elektronische benodigdheden, zoals gloeilampen, inktcartridges en aansluitkabels voor onder andere audio, video en computers. Ook bij Stefab alle benodigdheden voor digitale tv via schotel, kabel en digitellen. U kunt ook terecht voor reparaties aan een elektronisch en klein huishoudelijk apparatuur. Stefab Elektronica, Amsterdamseweg 151. Just Clean It, dat kunt u verwachten bij Butter Facilities. Onze specialiteit is het schoonmaken en schoonhouden van grote ruimtes en oppervlakte van kantoren en bedrijven. Daarnaast gevel- en straatreiniging met hoge drukapparatuur. Ook uw ramen van huis of kantoor zijn bij ons in goede handen. Grote, maar ook kleine objecten worden vakkundig schoongemaakt door gespecialiseerd personeel. Butter Facilities, Just Clean It. Wifi op zolder of de tweede etage een probleem? Stefab heeft de oplossing. Stefab Elektronica, Amsterdamseweg 151. Hartelijk welkom bij het weekjournaal van RTV Amstelveen. Met daarin onder andere... Portret van Willem-Alexander op het Stadshart is onthuld. En hoe gaat het in het zorgcentrum Beth Shalom? En hoe gaan we nu uiteindelijk naar de NES aan de Amstel fietsen? Maar nu eerst, de agenda van burgemeester Van Zanen tijdens Koninginnedag is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Meestal trekt de burgemeester door Amstelveen om te zien wat er op de verschillende locaties gebeurt. Maar dit jaar moet hij in Amsterdam zijn om daar leiding te geven aan het team dat waakt over de veiligheid van de koninklijke familie en de hoge gasten. Een belangrijke taak dus voor onze burgemeester. We beginnen de avond van tevoren, de maandagavond de 29e, samen met Amstelveen Oranje en met de Verenigde Horeca hier aan het Stadsplein. Met een prachtige avond, de Koninginnennacht, op weg naar de Koninginnedag. Hartstikke leuk, een 10 uur vuurwerk, kom vooral. En dan op 30 april zal ik 's ochtends vroeg zal ik in Amstelveen zijn, zal ik ook een paar wijken proberen te bezoeken. Maar dan ga ik toch in de loop van de ochtend naar het beleidscentrum in Amsterdam. Dan zit ik in de volksmond heet dat de bunker. En daar zal ik als voorzitter van de veiligheidsregio optreden. Omdat de echte voorzitter, de eerste voorzitter, dat is de burgemeester van de Laan, natuurlijk in de kerk moet zijn en in het Koninklijk Paleis. En op die momenten moet iemand toch over de veiligheid waken. En dat ben ik. Ik zal dan daar leiding geven aan het beleidscentrum. Maar waarschijnlijk gaat het allemaal helemaal goed en wordt het gewoon een hele leuke, feestelijke dag voor heel veel mensen. Alles is tot in de puntjes besproken, afgewogen. Het zijn inderdaad dikke boeken en het zijn hele ervaren en deskundige mensen. Want Amsterdam en Amsterdam-Amstel hebben natuurlijk vaker grote evenementen gehad. Dus het is heel uniek, maar we hebben natuurlijk wel ervaring. Kom vooral maandagavond kijken naar het vuurwerk en alle activiteiten. En ik hoop dat 30 april iedereen kan genieten van mooie plaatjes en een nieuwe koning en koningin.
Verder spraken we de burgemeester over de onthulling van het portret van Willem-Alexander op het Stadsplein afgelopen dinsdag 22 april. Omdat het Koningshuis dit jaar geen bezoek aflegt aan Amstelveen, hebben we de nieuwe koning toch een klein beetje in ons midden. Burgemeester, u heeft net de eerste steen gelegd voor Willem-Alexander portret. Wat is uw bevinding hiermee? Nou, het was eigenlijk de allerlaatste steen van het portret van de koning, de aanstaande koning. En als je het hier ziet, dan zie je het niet zo goed. Dan zie je wel dat er iets is, dat het mooi is, mooie stenen ook. Maar je ziet niet wat het eigenlijk is. Als je dan iets hoger bent, dat is ook de bedoeling, dan zie je een prachtig portret. Hoe lang blijft dit liggen? Nog geen idee. In beginsel is het tijdelijk. Hangt er een beetje vanaf. Was de organisatie tussen de gemeente en het bouwbedrijf helemaal goed? Volgens mij, het was gewoon een leuk idee. Ik heb natuurlijk even met Graf de Rijper gebeld. Ja, gewoon een spontaan idee zoals er in het hele land en ook in Amstelveen door heel veel mensen hele leuke ideeën worden aangeleverd. Tot en met een koningslied aan toe. Omdat we altijd met de makers van de betonstraatstenen bezig zijn met het verfraaien van de openbare ruimte, dachten we van, we moesten natuurlijk wel in die hoek zoeken, want we hebben alleen maar betonstraatstenen. En toen kwam iemand op het idee van, zullen we een portret maken dan van de nieuwe koning en dat aanbieden. Daar was iedereen meteen reuze enthousiast over. Dat hebben we de gemeente benaderd. En gelukkig waren zij ook enthousiast. Kunt u vertellen hoeveel steen het kunstwerk heeft? Het is bijna 35 vierkante meter, maal 42 stenen. Dus zeg maar 1500 stenen liggen er totaal in. Wie is de kunstenaar van het kunstwerk? De kunstenaar is de heer Jan de Jong. Die heeft zijn hele leven met dit soort zaken bezig geweest. En die vond het ontzettend leuk om dit voor ons te doen. Het zorgcentrum Beth Shalom werd in 2011 door de inspectie van de volksgezondheid onder verscherpt toezicht geplaatst. Er was veel mis. Maar in 2012 is er veel verbeterd en het verscherpt toezicht is opgeheven. In januari 2013 is een nieuwe inspectie uitgevoerd. Het is beter geworden, maar er zijn nog steeds aandachtspunten. RTV Amstelveen ging in gesprek met directeur Trudy Prins. De inspectie voor de volksgezondheid heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Beth Shalom. Vertrouwen uitgesproken dat het met Beth Shalom op heel korte termijn helemaal goed zal komen. Er waren nog een paar punten van aandacht, hebben ze gezegd. En ze hebben ons gevraagd om voor die paar punten een plan te maken. Het belangrijkste punt van aandacht zijn de zogenaamde zorgleefplannen. Dat is een administratieve kwestie waarin je precies opschrijft wat er met de mensen aan de hand is, wat ze nodig hebben, wat zich zoal voordoet tijdens een dienst van een verpleegkundige of een verzorgende. Ik denk dat de kern van het probleem is dat dit een Joodse organisatie is. Dat maakt hem heel erg bijzonder, heel erg warm, heel erg betrokken. Maar het gevaar daarbij is dat de focus van een organisatie op de Joodse identiteit komt te liggen. En men eigenlijk een beetje vergeet wat nu binnen de zorg gebruikelijk en nodig is. Want dan ontspoor je eigenlijk een beetje op dat gebied. Kijk, het is als er zo'n rapport komt voor de inspectie, dat is voor medewerkers heel erg lastig. Want zij hebben altijd met liefde en toewijding en heel hard gewerkt voor de bewoners, waar ze allemaal een beetje van houden. En dan zegt zo'n rapport eigenlijk, jullie doen je werk niet goed. En dat betekent dat we best een harde dobber aan hebben gehad om de sfeer goed te houden. Mensen hebben best wel eens gedacht, kom nooit meer goed met Beth Shalom. Dat weten we ook. Wij zoeken een samenwerkingspartner die het mogelijk maakt om Beth Shalom, een Joodse ouderenzorginstelling, en daar is er maar één echte van in Nederland, om die weer toekomstbestendig te maken. Want we zijn nu op orde, maar we willen ook gewoon heel erg goed worden. De AM-groep, actief in de regio Amsteland en Meerlanden, is een regionaal samenwerkingsverband voor sociale werkvoorziening. Vorig jaar is er een winst van €587.000 gemaakt. Het is onzeker of dat volgend jaar ook weer het geval zal zijn en of de AM-groep als zelfstandig bedrijf dan nog bestaat. Dat heeft alles te maken met ontwikkelingen in Den Haag, zoals het Sociaal Akkoord. De AM-groep heeft mensen in dienst met een arbeidshandicap en biedt werk aan uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan de slag komen. Meer dan 450 medewerkers werken nu buiten de AM-groep, bijvoorbeeld op een groenlocatie of in de schoonmaak. Het doel van AM-groep is niet anders dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals het heet, dus die niet op eigen krachten een baan kunnen vinden, ontwikkelen en ze terugbrengen naar reguliere werkgevers. En dat doen we in de hele regio Amsteland en Meerlanden. De AM-groep heeft €587.000 winst gemaakt. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Dat hebben we voor elkaar gekregen door efficiënt op de bedrijfsvoering te letten en de juiste keuzes te maken op het juiste moment. Daar zijn we het verleden al mee begonnen. Door inderdaad mensen te ontwikkelen en terug te brengen naar de arbeidsmarkt. En daar ook mee geld te genereren.
Dat komt deels omdat we wat meer in de egalisatiereserve hadden zitten dan dat de bedoeling was. Dus dat hebben we uitgekeerd. In de bedrijfsvoering hebben we gewoon efficiënt gewerkt. En dat tezamen heeft het resultaat opgeleverd. Die 587.000 euro winst die nu over is, is echt over. Hè. Onze egalisatiereserve is gevuld. Dus die winst gaan we uitkeren aan onze 5 gemeentes. En dat doen we op basis van het aantal personen wat ze in dienst hebben, krijgen ze het aandeel van de winst. U krijgt subsidie, maar daar wordt natuurlijk op bezuinigd. Wat voor gevolgen zal dat hebben? Nou, op het hele sociale domein, dus de WSW, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Bijstand, de WWB en de WAJONG, wordt 1,8 miljard euro bezuinigd in de toekomst. Dus het is heel veel. En daar krijgen gemeentes direct mee te maken en wij dus ook. En dat betekent bijvoorbeeld de subsidie voor de sociale werkvoorziening, die was 27.000 euro per FTE. Die gaat naar 22.000 euro. Dan ben je 5.000 euro kwijt in een aantal jaren. Als je iemand wettelijk minimumloon moet betalen plus sociale lasten, dan ben je al meer kwijt dan de subsidie. Dus er gaan tekorten ontstaan als je niet op blijft letten. Naar aanleiding van klachten door omwonenden rond het Stadsplein en aangekondigde politiemaatregelen ter controle van overlast, werd bezoekers van het stadscentrum gevraagd naar hun ervaringen met scooters. Heeft u overlast van scooterrijders in de stad? Ja, enorm. En waar heeft u last van? Dat ze onbesuisd rijden en gevaarlijk zijn voor voetgangers. Ze rijden objectief gezien te hard, ja. Er is lawaai en ze rijden op plekken waar ze niet mogen rijden. Soms rijden ze gewoon over het voetpad heen, omdat ze een kortere weg hebben. En dat is heel lastig en daar ga ik ervoor staan. En heeft u zelf gevaarlijke situaties meegemaakt? Ik heb het regelmatig dat er een scooter langs komt suist, terwijl ik oversteek, probeer over te steken. Net bijna van de sokken gereden daar. Een heleboel oudere mensen lopen rond met de rollator zoals u ziet. En ze zijn brutaal langs. Ja. Ineens kwam er zo'n scooterrijder helemaal zeg maar uit de hemel vallen. En die kwam met een rotvaart heel vlak langs me heen. De politie die gaat extra controles invoeren op scooters. Ja. En ze gaan controleren of scooters zijn opgevoerd en of ze op een goede parkeerplaats staan. Ja. Vindt u dat er meer maatregelen moeten komen? Nou, ik denk dat dat al een hele goede actie is. Het begint bij de opvoeding, zeggen ze, dan je aan de regels houden. Ja. En dat is moeilijk natuurlijk. Het heeft met opvoeding te maken. En als je mensen op een voetpad loopt, hoor je daar niet te fietsen of met een scooter of weet ik wat. Nou ja, dat vind ik heel goed. Je moet toch een beetje overlast zien in te dammen. Vindt u dat er meer maatregelen moeten gebeuren? Ja, ik vind dat je vooral moet zorgen dat scooters niet gevaarlijk zijn en niet te hard rijden. Wethouder Jacqueline Koops zegt dat zij bezig is met de voorbereiding van de nieuwe zorgtaken die de gemeente van het Rijk moet overnemen. Maar GroenLinks zal nog even geduld moeten hebben voordat er concrete plannen voor de zorg op tafel liggen. Dat blijkt uit de reactie van wethouder Koops en de nieuwe projectmanager Rob Oudkerk op het verwijt van GroenLinks dat de wethouder treuzelt en de raadsleden niet informeert over de plannen en de bezuinigingen. Nou, ik vind het niet alleen vervelend, ik vind het onacceptabel. Omdat er op het ogenblik, juist op het sociale vlak, zoveel gaande is waar we gewoon moeten over praten. En dan kan je wel zeggen, ja, het stuk is nog niet klaar. Maar wij kunnen ook denken zonder stukken. En wij moeten ook denken. Je zou vooruit moeten denken. En niet op het moment dat de druk op een stuk zo hoog is dat het onmiddellijk door de raad moet, want er is geen uitstel meer mogelijk. Nou, dat maakt ons zeer verontrust. Wij vertegenwoordigen mensen die eigenlijk ook mee willen denken. Ik wil ook met mijn achterban praten over dingen. Ik wil niet voor voldongen feiten staan. Ja, we kunnen wel steeds met elkaar vergaderen over die gewijzigde plannen van het Rijk. En nu hebben we weer een sociaal akkoord liggen, waar we natuurlijk met z'n allen ook weer over kunnen gaan praten. Maar het moet nog door de Tweede Kamer heen, nog door de Eerste Kamer heen. Ja. Het is 1 januari 2015. We moeten ook niet, weet je, iedereen maar vermoeien met steeds vergaderingen. Dus ik snap wat ze graag vooruit willen, wil ik ook. Ja. Maar door al die rijkswijzigingen is het echt lastig om nu met elkaar een slag te maken. Maar het Rijk verandert praktisch iedere 2 à 3 weken met haar beleid. Nu weer met het sociaal akkoord. Ja. Maar een aantal dingen, mooi voorbeeld, die de gemeente al bezig was te organiseren, zoef de prullenmand in kunnen. En waarom? Prachtig voorbeeld, we zouden een kwotumregeling krijgen voor bedrijven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ja. 5%, allemaal voorbereid. Uh-huh. Nu zegt het kabinet weer, laten we weer varen. Ja. Dus als gemeente zit je soms wel te denken,
Wij zijn van die grote broer afhankelijk. We weten A, niet hoeveel geld we van ze krijgen. B, niet wat precies de kaders zijn waarbinnen we dat mogen doen. Dat maakt het buitengewoon lastig voor de gemeente en voor de wethouder hier om dat nu al te regelen. Omdat dat wat je nu geregeld hebt over een maand zo weer anders kan zijn. Volgens de dorpsraad van Nes aan de Amstel is er geen apart veilig fietspad voor scholieren nodig richting Amstelveen. Die kunnen namelijk over de bestaande Ringdijk en de Nesserlaan. De dorpsraad pleit wel voor een kort zuidelijk gelegen fietspad richting Uithoorn. Dat moet Nes verbinden via de Middenweg met Uithoorn. Voorlopig mogen de scholieren via de Kerklaan over het erf van een vriendelijke boer van en naar de Middenweg fietsen. Wat is de route die de dorpsraad van Nes aan de Amstel wil voor het fietspad? Ja, de route vanuit die de dorpsraad graag wil is rechtstreeks vanuit het dorp naar de Middenweg. Dat is toch het handigste voor zowel de leerlingen van de school die naar Amstelveen gaan, als de leerlingen die naar Uithoorn gaan. En welke route gaat het worden waarschijnlijk? Het pad wat gepland is al die tijd, is dit pad wat hier in rood staat aangegeven. Maar dat loopt dwars door een vogelgebied heen, waardoor ja, aanleg eigenlijk niet mogelijk is. Dat zou toch naar verwachting slecht zijn voor de vogelstand. Dus wij proberen nu toe te werken naar een route hier op deze plek die net buiten het vogelgebied loopt en waar dan wel mogelijkheden zouden bestaan. Als dit zuidelijke fietspad er komt, dan moet er nogal wat met boeren overlegd worden, geloof ik, hè? Ja, daar hebben ze ook recht op natuurlijk. Het is hun land, dus je kunt daar niet zomaar beslag op leggen. Daar denkt de dorpsraad absoluut niet aan. We hopen dat er medewerking komt, maar privé-eigendom, dat moet gerespecteerd worden. En wie gaat dat doen? De provincie, hè? De provincie neemt daar het voortouw. Per wanneer denkt u dat het fietspad er ligt? Ik kan daar heel concreet over zijn. De financiering is er tot eind van dit jaar. Is het er dan niet? Is dan niet iets begonnen? Dan is de financiering weg. Hoe zou je willen wonen? Waar zou je willen wonen? En bent u tevreden met uw huidige woonsituatie? Zomaar een aantal vragen die in een grootschalig regionaal woononderzoek worden gesteld, die de gemeente Amstelveen eind april is gestart. Wij vroegen wethouder Jan-Willem Groot om een toelichting. We vinden het van belang om goed te kijken in de regio wat de woonwensen zijn van de mensen die hier wonen. De woonsituatie goed leren kennen en ook om te kijken of de mensen graag zouden willen verhuizen. De indruk bestaat dat heel veel mensen verhuisbereid zijn. Ja. Maar dan willen we wel graag weten wanneer en op welke wijze en waar ze naartoe zouden willen verhuizen. Zodat we beter weten hoe wij vraaggericht kunnen bouwen. Wie doet er allemaal mee aan het onderzoek in de regio Amsterdam? We zetten zo'n ongeveer 200.000 enquêtes uit in de hele regio, waarvan 4200 enquêtes in Amstelveen. En wat staan er voor vragen in? Ja, onder andere, hoe woont u? Bent u tevreden met uw huidige woonsituatie? Wat zou u graag willen betrekken als u wilt gaan verhuizen? Mm-hmm. Op welke termijn wilt u gaan verhuizen? Als er nou uit die enquête blijkt dat mensen zeggen van ja, ik wil wel verhuizen naar een groter huis, maar het is te duur. Dan moet je natuurlijk kijken met ontwikkelaars, met beleggers. Hoe kun je dan toch dat mogelijk maken wat de mensen vragen? Dat is niet gemakkelijk uiteraard, dat is een financiële kwestie. Maar we proberen alles uit de kast te trekken. Ja. Om die woningmarkt op gang te brengen, ja. Doorstroming op gang te brengen en de mensen toch te kunnen bieden wat ze vragen. En als de markt zich in die verhouding beweegt, dat je anders moet bouwen, kleiner moet bouwen of juist meer comfortabel moet bouwen, mm-hmm. of verouderen meer service moet bieden, ja. Dan kun je daarop inspringen, ja. En dan kun je hopelijk toch realiseren dat de mensen ja, kunnen krijgen wat ze willen. De motie van de SP waarin BMW werd opgeroepen alsnog sociale woningbouw te realiseren aan de Carmelaan, heeft het niet gehaald in de gemeenteraadsvergadering van 24 april. Alleen GroenLinks stemde met de SP mee. Oorspronkelijk was de bewoners van de gesloopte flats aan de Carmelaan beloofd dat ze terug zouden kunnen keren. Vervolgens zou er een knooppunt voor het openbaar vervoer komen, wat dus niet doorging. Wethouder Jan-Willem Groot wil in de toekomst wel onderzoeken welk soort woningen daar eventueel kunnen worden gebouwd. Maar hij wordt nu niet daartoe gedwongen door een motie. We spraken de dag voor de vergadering met fractievoorzitter van de SP, Joep van Erp. Wij staan hier aan de Carmelaan. Dat is de plek waar in 2006 nog een aantal sociale huurwoningen stonden, flats. Dus een strook hier in een L-vorm achter me. Die zijn gesloopt. Er zijn een aantal plannen door de gemeente zijn er opgesteld. Een hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt. In eerste instantie zouden sociale huurwoningen terugkomen. Daar is de gemeente op teruggekomen. Hebben ze beloften niet waargemaakt.
Nou, en op het eind van het liedje gebeurt er niets met deze grond, alleen dat de kinderen lopen te voetballen. De gemeente had de bewoners van de Carmenlaan beloofd dat er nieuwbouw gepleegd zou worden, maar dat is niet doorgegaan. En de SP die zegt van nou, dat kan nu alsnog. Nou, het gaat om de situatie op de Carmenlaan. De Carmenlaan zou in principe een OV-knooppunt komen voor het openbaar vervoer. Dat gaat nu niet door, hoogstwaarschijnlijk, omdat de metro niet doorgaat, de doortrekking van de Noord-Zuidlijn. Mm-hmm. Dus het is een nieuwe mogelijkheid om daar woningbouw te realiseren. Wanneer zou dat dan gerealiseerd kunnen worden? Nou ja, we kunnen niet alles tegelijkertijd morgen realiseren. We zouden eerst een startnotitie moeten maken, dan vervolgens een stedenbouwkundig plan. Dan een bestemmingsplan, et cetera. Nou, daar gaat wel even wat tijd overheen. Mm-hmm. Het is ook goed om dat uit te faceren, want we moeten niet overal tegelijkertijd bouwen. De markt kan maar een gedeelte van die woning ook echt aan. Ja. Dus het zal toch al enige jaren gevergen. Hier ligt een lap grond. Wij hebben er plannen voor en hebben al jaren heeft de SP er plannen voor. Van bouw hier de sociale huurwoningen, bouw er voor terug. Dan hou je bouwvakken zou je aan het werk. Mensen hebben een betaalbare woning. De gemeente komt de belofte na. Nou, het is allemaal een win-win-win situatie. En laten we er nu meteen mee starten in de plaats van maar afwachten. Afwachten dat de crisis een keer voorbij is. Nee. Nu bouwen. Met deze duidelijke woorden sluiten wij dit weekjournaal af. Zo dadelijk reclame en daarna kom ik bij u terug met het magazine. Heeft u een grote familieauto nodig vanwege de ruimte, maar heeft het te maken met een budget? Automaas heeft de oplossing. De nieuwe Toledo is de auto die bij u past. De Toledo heeft veel beenruimte, 550 liter makkelijk toegankelijke bagageruimte, touchscreen multimedia, zuinige motoren en maar liefst 4 jaar fabrieksgarantie. U rijdt de nieuwe Toledo al vanaf €14.950. Automaas, denk met u mee. Want u weet, Automaas is dichterbij dan u denkt. Bezoek nu de vernieuwde website www.automaas.nl. Dichterbij dan u denkt. Naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd deze maand op het gemeentehuis van Amstelveen een politieke lentetour georganiseerd. Gastsprekers als Job Cohen en andere politici probeerden de bezoekers te enthousiasmeren voor de lokale politiek. Tijdens een workshop Hoe word ik lokaal politiek actief? Werden potentiële politici enthousiast gemaakt om raadslid te worden.
U heeft zojuist de workshop gevolgd. Hoe word ik lokaal politiek actief? Wat boeit je zo aan de lokale politiek? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik primair altijd geïnteresseerd ben geweest in de landelijke politiek. Maar ook kleinschalig, zeg maar, toch wel bepaalde ontwikkelingen in de gemeente waar ik zelf woon, in Zuidhoorn, zie. Waarvan ik denk, nou, daar zou misschien wat aan veranderd kunnen worden. En dan denk ik met name bijvoorbeeld in Zuidhoorn aan onveiligheid. Meneer Cohen, waarom zou de Amstelveense burger in een slangenkuil als de lokale politiek moeten stappen? De vraag is of het een slangenkuil is. Wat veel belangrijker is, is de vraag of je gevoel hebt voor wat er in de maatschappij en dus ook in Amstelveen gebeurt. En of je je daarmee wil bemoeien en of je het gevoel hebt dat jij daar een bijdrage aan kan leveren. En of je ook het idee hebt of je daar ook echt je medeburgers daarin kan en wil vertegenwoordigen. En als je dat dingen zijn die je aanspreken, geïnteresseerd in wat er in Amstelveen gebeurt, of nou die sneltram naar Amsterdam er nou moet blijven of dat het op een andere manier moet, of nou ja, wat voor onderwerpen dan ook, als je dat interesseert, dan is het een hele mooie en ook bevredigende functie. Je kunt je gemeente, de politiek maken. Politiek, dat ben jij. Politiek gaat over de regels, politiek gaat over het leven, politiek gaat over onderwijs. Het gaat gewoon over mensen, dat is er mooi. Omdat iedereen belang heeft bij de bloei en de groei van zijn eigen omgeving. En de politiek is bij uitstek de plaats om daar invloed uit te oefenen. En als je veel te klagen hebt en je bent verder niet actief, en dat kan op verschillende manieren, dat hoeft niet per se in de raad te zijn, dat kan ook op andere plekken, ja, dan heb je in feite ook wat minder recht van spreken. En wat vond u van de sprekers van vanavond, Job Cohen, Katelijne Buitenweg? Alle vier figuren zie je wel meer op de televisie, dus op zich is het hetzelfde riedeltje eigenlijk. Alhoewel men wel iets verder inging op de persoonlijke situatie van hoe het in thuisfront is. En dat is natuurlijk wel leuk te zien, de mens achter de politici. Maar het is natuurlijk voor elke drukke baan is het moeilijk dingen te combineren met kinderen. En daar, dat is wat heel erg belangrijk is om daar ook goede afspraken van tevoren over te hebben. En heeft u een tip voor de aanstormende lokale politica of politicus? Nou, ik zou zeggen dat als je het overweegt, het heel goed. Maar als je het doet, gooi je erin. Denk goed na over wat je daar nou in wil bereiken. En doe je best. En heb er ook plezier in. En dat kan ook heel goed. Amstelveen heeft overigens geen problemen met het werven van raadsleden voor de komende verkiezingen. Volgens burgemeester Van Zanen hebben zo'n 70 potentiële raadsleden zich gemeld. Terwijl de Amstelveense Raad maar 37 zetels telt. Het Jacques Pétijse Park is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. Plannen om een tennishal te bouwen dicht bij het park zijn stopgezet omdat het park daaronder te lijden zou hebben. We namen een kijkje met Anthony Reijersen van Buren die het park onderhoudt. Het is ontworpen door de heer Broersen en Landweer en in de jaren 40. Ze hebben het eigenlijk het park in drie delen aangelegd. Het eerste gedeelte in de jaren 40 dus. Daarna een vervolggedeelte waar we nu eigenlijk staan in de jaren 50. En het laatste gedeelte is pas in de jaren 70 aangelegd. Het Thijspark is 5 hectare. 5,3 eigenlijk, maar goed, 5 hectare. Hoe zou de stijl van het park omschrijven? De stijl van het park? Voor het Thijspark heel romantisch eigenlijk. De paden die lopen kronkelend. Je hebt overal bruggetjes en hoekjes. Er staan op strategische punten staan de struiken, waardoor je niet verder kan kijken. En daardoor is het park eigenlijk aangelegd in een soort kamers. We werken momenteel met 5 mensen in het Thijspark. 1 voorman en 4 vakmensen. Zijn het hele jaar rond aanwezig. Het park vergt ook veel onderhoud, veel met de hand. Dan heb je dat soort mensen nodig om het beeld te behouden zoals het is eigenlijk. En wat zijn de verschillen in de werkzaamheden tijdens de seizoenen? Nou, in het voorjaar waar we nu eigenlijk zitten, moet er nog even de puntje op de i gezet worden, dat alles afgerond is. De planten beginnen te groeien, dus dan moeten mensen wieden. En daarom is het voornaamste gereedschap wat we in deze periode en in de zomer gebruiken, het wietmes.
Het park moet gesnoeid worden, want als ze dat niet doen, dan groeit het helemaal dicht. Het verschil zit er met name in de fysieke arbeid, waarbij je in het voorjaar, zomer, vooral op de grond bezig bent aan het wieden. En in de winterperiode echt het zwaardere werk doet. We hebben voornamelijk veel vogels. Van koolmees, pimpelmees, ijsvogel, groene specht, grote bonte specht. Nou ja, en ook roofvogels, de bosuil, havik, sperwer en buizerd. Het park bestaat al ruim 70 jaar. En wij willen het eigenlijk gewoon zo houden zoals het is. En dat doen de mensen die hier werken ook al 70 jaar. Het ziet er natuurlijk uit, maar dat is het niet. De bomen en alles is wel natuur. Dus ze bewegen, bomen gaan dood, komen, gaan, planten bewegen. Het ene jaar staan ze daar en volgend jaar staan ze weer een paar meter verderop. Dus het is continu in beweging. En om dat zo allemaal te houden zoals het is, ja, dat vergt veel onderhoud. En nou ja, dat willen wij eigenlijk in stand houden. Gewoon zoals het er altijd al uitziet. Honderden basisscholen in Nederland houden de Koningsspelen. Ze mogen dit zelf organiseren en die dag is er geen les. De meeste scholen doen dat op vrijdag 26 april. In Amstelveen hield de Joost van den Vondel School de Koningsspelen op woensdag 24 april. Koning Alexander heeft een echte koningsschoon. Hij zit er mee aan tafel, op de bank en op zijn troon. Dat hoort nu eenmaal zo, als je een echte koning bent. We zijn al maanden eigenlijk geleden begonnen met het organiseren van dit feest. Er zijn twee collega's begonnen met het idee van zullen we wat gaan doen, want we krijgen een koning. Het was eigenlijk al vrij snel na het bericht van Beatrix dat ze af zou treden. En toen dachten wij eigenlijk al meteen van daar moeten wij iets mee gaan doen. Wij zijn een school van ongeveer 150 leerlingen, iets meer op dit moment. We zijn een brede school de Omnibus, dat we met z'n allen zoveel mogelijk activiteiten doen om het gemeenschapsgevoel te versterken. Dus er lopen hier ook inderdaad kinderen van de peuters met kinderen in groepjes tot en met groep 8. Dus het zijn hele gemengde groepjes. Wij hebben de oudste kinderen in een groepje, kinderen vanuit groep 7 en 8, een captainsfunctie gegeven. Dus die moeten zorgen dat ze goed op tijd doordraaien. Als de bel gaat, dan moeten ze naar het volgende spel. En ja, ze moeten in de gaten houden of de kinderen allemaal bij elkaar zijn. Wat is jullie taak? We moeten kinderen begeleiden bij spelletjes en groepjes. En dan gaan we om zijn beurt naar een groepje toe. Wat heb je vandaag allemaal al gedaan? Veel dingen, zoals springen. En blikjes omgooien. Koning Alexander heeft een echte koningsschoon. Hij zit er mee aan tafel, op de bank en op zijn troon. En hij zwaait naar alle mensen die hij op de wereld kent. Dat hoort nu eenmaal zo, als je een echte koning bent. Zaterdag 27 april opent de tentoonstelling Time Out of Mind in het Jan van der Togt Museum. Dit is een tentoonstelling van Gertie Bierenbroodspot, opgedragen aan koningin Beatrix. RTV Amstelveen sprak met Gertie een paar dagen voor de opening. De tentoonstelling is opgebouwd uit beelden en schilderijen, objecten. En ik heb gewerkt aan albast, ik hak in albast en ik heb brons gegoten. Ik ben amateurarcheoloog, buiten dat ik kunstenaar ben. En ik reis dus eigenlijk in de archeologische wereld. Daarom heet de tentoonstelling ook Time Out of Mind. En met Time Out of Mind wil ik eigenlijk zeggen dat is de tijd, dat noemen wij de tijd, die ligt voor ons geheugen, maar die er wel was. We weten dat we een beschaving gehad hebben. Maar voordat de dingen ooit opgeschreven werden, of ingekrast ergens, of een teken, is er al een beschaving geweest voor ons. De kunst die, waar normale mensen niet bij kunnen, wilt u laten zien aan de mensen met deze expositie? Ja, dat doe ik dus eigenlijk in al mijn exposities. En mensen die iets kopen van me, die komen dan later terug en die zeggen, nou, ik was op reis en toen had ik een bepaald gevoel. En dat is dat schilderij, maar ik kon het toen niet zeggen. Achter deze is een zaal en daar
staan dus mijn drie piramides. En die bevatten dus 2000 objecten van mijn reizen. En dat zijn zowel krokodillen als slangenhuiden, als schedels, als de meest barre omstandigheden gevonden objecten. Soms in tombes, dat ik op mijn buik moest kruipen, dat daar een steentje lag wat ik mooi vond. Een schedeltje, een prachtige kwast, Chinees en Japanse kwast daar. Het zijn allemaal dingen ja, die ik meegenomen heb. Brons is wel iets wat veel terugkomt in de expositie. Ja, en zondag is er ook een demonstratie brons houden. Ja. Wat is dat precies? Kunt u daar wat over vertellen? Ja, ga ik nu zeggen. We gaan op het voorplein, hebben we toestemming gekregen van de gemeente Amstelveen, om een demonstratie te houden waarbij echt gegoten wordt in een mini bronsgieterij. En dat vinden we leuk om te laten zien aan het publiek en aan kinderen natuurlijk vinden dat leuk. We hebben het al eerder gedaan, laten zien wat is nou dat vak van bronsschieten en hoe doe je dat? En wat gebeurt er en hoe ziet zo'n beeld eruit met heel erg veel stangen eraan. Dat zijn de gietkanalen waar het brons langzaam inloopt in de mal en dan trek je het beeldje eruit. Dat is heel spannend. Nou, dat is dus het grootste schilderij wat ik geschilderd heb tot nu toe in mijn leven. En dat is de ruïnes van Lepsis Magna in Libië. Gaddafi die heeft mij toestemming gegeven om daar te gaan schilderen voordat hij het einde van zijn leven beleefde. En ik mocht alles doen wat ik wilde, dus ik zat daar gewoon te werken. En langzaam maar zeker wordt het voor mijn ogen weer een hele andere stad, namelijk de antieke stad in vernieling die weer in zichzelf schoonheid krijgt. Dus uw fantasie brengt eigenlijk de oudheid weer in beeld. Ik denk het brengt wel. Met uw fantasie. Ja, nou ja, fantasie. Nee, ja. Ik zou het niet eens fantasie noemen. Ik kijk met mijn oog, zie ik dus dingen. Ik zie ze zichzelf niet herstellen, maar ik zie wel de mogelijkheden om er iets mee te doen. Hoe lang heeft u over alle werken gedaan? Oh, zo'n 3 jaar ongeveer. Ja. Daartussendoor heb ik natuurlijk ook nog tentoongesteld in allerlei landen. Maar dit is wel 3 jaar werken. De tentoonstelling van Gertie Berenbroodspot is tot en met 2 juni te bezichtigen in het Jan van der Togt Museum. En zaterdag wordt de tentoonstelling geopend door Jan Mulder. Tot slot de agenda voor aankomende week. Wat is er zoal te doen met Koninginnedag en Nacht in Amstelveen? Dit jaar helaas geen koninklijk bezoek in Amstelveen, maar wel het feest Dag Koninginnedag Nacht op het Stadsplein. Op maandag 29 april vanaf 5 uur zal de voorlopig laatste Koninginnedag gevierd worden. Amstelveen pakt het grootst aan met een entertainend avondprogramma voor alle leeftijden. Kinderen kunnen met de koningin op de foto en voor haar een boodschap achterlaten bij de Koninklijke Wensboom. En op het podium zijn er diverse artiesten zoals Sascha Brouwers, Mick Herren, Danny Lucassen en DJ Shorties. Om 10 uur is er een vuurwerkspektakel. In hotspot Abina op de Amsterdamse weg wordt op 29 april vanaf 10 uur Koninginnennacht gevierd en dinsdag 30 april Koninginnedag. De jaarlijkse viering van Koninginnedag trekt meer dan 8000 bezoekers en is uitgegroeid tot de grootste reunie van Amstelveen. Het wordt een fantastisch feest met vele artiesten. Gerard Joling geeft er al 10 jaar zijn optredens. Uiteraard zijn er ook diverse vrijmarkten georganiseerd. De meeste festiviteiten vinden plaats op en rond de Amsterdamse weg. De vrijmarkt in Bovenkerk is dit jaar nieuw. De locatie is rondom het Pierenbadje in het Sint Urbanuspark. Jong en oud is welkom tussen 8 en 12 uur. Daarnaast staat op het programma Kroningsdag in Randwijk. Kroningsdag in Randwijk is op en rond het schoolplein van de Roelof Venema School aan de Catharine van Klevenpark. De vrijmarkt zal vanaf 9 uur van start gaan. Als u van plan bent om te verkopen, kunt u vanaf 8:30 al uw spulletjes uitstallen. De vrijmarkt is tot 12 uur. Ook is er van 12 tot 4 een optreden met de band Street Rollers. En er is de mogelijkheid om de inhuldiging van de toekomstige koning live te volgen. Bij het Oude Dorp is er ook een gezellige vrijmarkt te vinden voor alle leeftijden. Kinderen zullen hier optreden en er wordt muziek gemaakt.
Dit was het Weekjournaal en Magazine vanaf 25 april. Wij wensen iedereen een geweldige Koninginnedag toe. En we zien u graag volgende week weer terug. Heb jij ook nieuws, tips of suggesties? Bel of mail ons. 020 547 8585 of redactie@rtvamstelveen.nl.